Wat vindt u van de Witte Kade? Ik vind het een erg leuke straat. En waarom woont u hier? Vroeger woonde ik daar aan de overkant. En toen werden deze huizen gebouwd en toen vonden we het hier eigenlijk leuker. En had u ook vroeger ergens anders gewoond? Ja, nog vroeger. Ik kom uit Haarlem, dus dat is helemaal een andere stad. Maar ik vind het hier leuk omdat je water hebt aan die kant van het huis en aan die kant van het huis. Dus waar je hier ook uit het raam kijkt, dan kijk je naar het water. Oké, en ja, wat vindt u van het uitzicht? Uitzicht vind ik dus erg mooi. Je kan en lekker naar de lucht kijken en lekker naar het water. En wat vindt u van de buren en de mensen die hier wonen? Zijn die aardig? Ja, we zijn hier allemaal tegelijk komen wonen bijna, zo'n 12 jaar geleden. Dus je kent iedereen. Iedereen was hier aan het verhuizen. Toen waren er nog geen straten, want het was allemaal nog één grote bouwput. Dus dan ging je met elkaar een beetje helpen. Dus dat was wel leuk. En hoe lang woont hij hier al? 12 jaar. Nou, dit is een leuk speeltuintje voor de kinderen die hier willen spelen. Hier hebben ze alle ruimte om te schreeuwen en zo en te spelen. Nou, hier is een meubelzaak van alle meubels die eigenlijk tweedehands zijn, dus dan kan je ze recyclen. En hier komen alle mensen uit de buurt gewoon heen. En dat is leuk. Film je? Ja. Hier zijn we in de Witte Kade. Dit is een leuk restaurantje. Cijfer. Oké, hallo. Wie ben jij? Ik ben Nathalie Tatus. En wat is dit voor een café? Ja, het is een. We gaan 's morgens open om 10 uur. Dus dan is er gewoon ontbijt en koffie drinken. Heel veel koffiedrinkers. En dan met de lunch dan hebben we gewoon eieren, alles. Van alles. En 's avonds een restaurant. Van deze locatie waar het café staat? Ik vind het heel erg leuk. Ik vind Westerpark, ik woon hier zelf ook en ik vind Westerpark heel erg gezellig. En heel veel bekende mensen, allemaal vaste gasten hebben we allemaal. En dat maakt het heel gezellig altijd. Ja, en zitten er zomers veel mensen op het terras? Ja, zomers is het echt heel vol. Dan hebben we hier het terras en dan nog aan de overkant hebben we het terras. Dus, en dan is het helemaal vol altijd. Ja, anders. Leuk. Ja, want het is natuurlijk winter en dan zitten ze liever binnen. Ja, nu is het vrij koud inderdaad, dus dan is het wat minder druk. Maar zomers wordt altijd heel gezellig. Oké, bedankt. Dit is nou het terras waar ze het over had. Heel mooi. Wat vindt u van de Witte Kade? De Witte Kade? Ja, nou, ik ben blij dat het water weer open is en er geen ijs meer op ligt. En waarom laat u uw honden hieruit? Ik kom vanuit het park en daar ben ik eventjes naar de sigarenwinkel geweest. En dan loop ik zo terug naar huis. Vandaar deze route. Shalalala, doei.